De provincie die heeft het dan eigenlijk voor het zeggen. Maar Den Oude, heel oneerbiedig gezegd, maakt zich er een beetje vanaf van we zetten er een hogere schoorsteen neer en klaar. Er zou dus een oplossing kunnen zijn, maar die ligt binnen in de fabriek en dan moet ook werkelijk Den Oude die oplossing bieden. Maar dat gebeurt blijkbaar niet. Waarom niet? Waarom is Den Oude niet wat bereidwilliger? Zijn dat de economische belangen? Zeker is er een economisch belang voor Den Oude. Dat is ook niet erg, want ieder bedrijf wil natuurlijk graag winst maken. Hier wordt dat winst maken zover doorgevoerd dat het gewoon ten koste van onze inwoners gaat. En die bronmaatregelen, daar zijn deskundigen die daar al naar gekeken hebben. En het gaat erom dat, dat Den Oude die maatregelen ook serieus neemt. En daar verder mee aan de slag gaat. Wat helaas gebeurt is dat wij niet tot afspraken hebben kunnen komen die voor onze inwoners acceptabel zijn. En de maatwerkvoorschriften die eigenlijk door de provincie al tot twee keer toe zijn opgelegd, worden door Den Oude gewoon bij de rechter en tot aan de Raad van State toe uitgevochten, betwist juridisch, waardoor dat hele proces zo lang duurt. Terwijl eigenlijk zo'n bedrijf toch ook gebaat is bij wat draagkracht in de buurt, zou je zeggen. Hè? Ja, ik denk dat er voor iedereen een hele andere situatie zou ontstaan als we hier samen uit zouden komen. Dus ja, dat het nu bij de rechter ligt, is eigenlijk alleen maar een verlies voor iedereen. Het bedrijf oppakken en ergens anders neerzetten is geen optie, kan ik me voorstellen. Iedereen wil van dit dossier uiteindelijk af. Wie is nou uiteindelijk degene die dat voor elkaar gaat krijgen? Ja, het ligt nu gewoon bij de Raad van State en binnenkort weer de maatwerkvoorschriften die opgelegd zijn door de provincie, de nieuwe, afgelopen zomer. Die zijn weer aangevochten door Den Oude, dus binnenkort weer bij de rechter. Dus dat stukje gaat nog even duren. Er is wel een onderzoek gaande in samenwerking met de Technische Universiteit. Dat heet koude plasmatechniek. Dat is heel veelbelovend, dus wij hopen wel dat dit uiteindelijk toch een stuk van de oplossing kan gaan brengen. En dat is binnen nu en wellicht 2 jaar. Dus laten we hopen dat uiteindelijk echt een einde komt aan de stank voor de inwoners. 2 jaar, dat is toch nog een hele tijd. Wellicht dat de lange adem van de firma Den Oude uiteindelijk toch wat korter blijkt te zijn, wie weet. Wanneer is de eerstvolgende rechtszaak weer? Ja, op 20 januari is de volgende rechtszaak. Ja, als de rechter uitspraak doet die in het voordeel uitpakt van onze inwoners, ja, dan is er natuurlijk al sneller een oplossing, want dan moet Den Oude zich aan die voorschriften gaan houden. Ik proef uit uw woorden dat de bewoners van Brouwhuis hier niet alleen in staan. Hè? De gemeente Helmond en met, als u als woordvoerder, proef ik dat u wel hun steunpilaar bent. Klopt dat? Ja, in ieder geval namens het college hebben we er afgelopen jaren echt alles aan gedaan al om te kijken of we tot een oplossing kunnen komen. En om ook onze inwoners echt te steunen, ben ik namens het college ook naar alle zittingen, rechtszittingen mee geweest om onze inbreng te leveren en de inwoners ook hierin bij te staan. Dus ja, dat klopt. Brouwhuis staat hier niet alleen in? Zeker niet, nee.